Het is klokslag 12 uur. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het live actueel programma Actua via kanaal 8.2 STVS en via GovTV kanaal 8.3 dagelijks tussen 12 en 1. Wij hebben vandaag weer een aantal onderwerpen, interessante onderwerpen en natuurlijk ook gasten waar we zo meteen mee gaan praten. De eerste gast vandaag, beste kijkers en luisteraars, is de coördinator van de dienst administratieve administratie uitbetaling sociale voorzieningen. Zeg ik het goed? Helemaal. Meneer Atompay, welkom in het programma. Yes, dank u wel. En ik heb me laten vertellen dat dit de eerste keer is dat meneer Atompay in een live programma is. Dus kan zijn dat hij een beetje zenuwachtig is. Maar we gaan het samen doen. Helemaal. Hi, meneer Atompay. Ego Tangano? Helemaal. Ego uitstekend goed. Ja. We mogen niet klagen. Oké, geweldig. We zouden praten over AKB en Anno Alas Masapsana AKB. Misschien kunt u ons uitleggen voor wie dit eigenlijk bedoeld is. Oké. AKB, afkorting AKB staat voor Algemene Uitbetaling. Nee, Algemene Kinderbijslag. Ja. En AKB nagi Alasma. Dus alade ma di apuam ching. Sa euro kon alanti en ook de sa neuro kon alanti. Voor een leeftijd van 0 tot 18 jaar. Dus AKB nagi aladens madati. Oké. Want we hebben een situatie dat niet iedereen daarvan kennis draagt. Klap. Dus vandaar dat we dit ook even meenemen. Helemaal. In ons programma. Helemaal. Goed. Dit is een proces dat al jaren gaande is. Wanneer is de volgende ronde van uitbetaling om direct met de deur in huis te vallen? Zoals u weet hadden we vorige week een loting op het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. En waar de minister het nodig vond om een paar jongere jeugdigen uit te nodigen voor een loting. En voor het uitbetalen van algemene kinderbijslag. Zoals ik vijf in alle districten, alles mijn actie. Want we kopai, wanneer volgen, wanneer volgen Wanika, wanneer volgen Para. Toen de minister besloten, minister André Bisikaba, besloten van die sap zouden doen. We gaan 10 verschillende kinderen nemen van 10 districten. En dan gaan we dan loten maken. En het ching O'Hara lot, het district zal de Hari kon afvissen. Dus naar het district dat we beginnen eerst. Maar er zijn 2 uitzonderingen gevallen, waaronder Paramaribo en een boven Suriname, Sipaliwini dus. En de minister heeft het al uitgebreid uitgelegd wat de reden is dat we die 2 districten als eerst gaan uitbetalen. Omdat Solek Faisabi aan COVID, aan COVID situatie heeft, look in Paramaribo. Deze revisietak aan lockdown, dus heb je bepaalde mensen die ook broederloos zijn. Ja. En we moeten rekening houden, nu zijn die kinderen thuis. Toh, ik heb ook een dochtertje, die kinderen zijn nu thuis. En ik vind je extra moeilijk zijn dan normaal. Toh, waardoor aan kostenplaat ook toe heen. Dus waardoor we proberen voor beginnen in Paramaribo en ook in Sipaliwini. Daar moet je ook rekening houden, die kinderen zijn ook daar. De minister heeft het al uitgebreid uitgelegd. Ja. Dus vandaar dat we eerst overgaan naar het district. En Paramaribo en Sipaliwini en daarna de andere 8 districten. Ja, voordat we verder gaan, is het goed om misschien de beelden te laten zien van de loting, het moment van de loting, op het ministerie van Sociale Zaken. Dat, inderdaad, we zijn hard de loten. Ja. Maar meneer Atompay, was dit altijd een probleem geweest, dus voorheen, want nu komt er een loting. Waarom niet eerder dan Adjugo-Djugo no bede toch? Zo, en het is een mooie vraag, u weet. En in het werk ontdek je altijd nieuwe dingen. Ja. Toch? Dus ik heb met de minister gezeten en hij heeft gezegd van weet u wat, omdat als we bezig zijn met Paramaribo, dan bellen mensen de minister op van wanneer volgen die mensen van Wanika, wanneer volgen die mensen van Komowijnen, kijk hoe lang Komowijnen, wacht, kijk hoe lang Para, wacht, kijk. Toen zei ze van weet u wat, we gaan een loting systeem creëren. En daar kunnen de mensen zelf zien wie als eerst volgt en wie als laatst volgt. Okay. Dus vandaar. En elke keer weer dus hetzelfde systeem? Helemaal. Oké. Dit systeem gaan we blijven hanteren. Oké. Er zou ook een pilot afgedraaid worden op Blauwgrond, als ik het goed helemaal. Heb. Om de betalingen via de bank te doen. Klopt, hoe helemaal. Hoe is dat tot nu toe gegaan? En, we hadden een oproep in gedaan vanuit de verschillende media. En we hebben die mensen opgeroepen om te komen om te registreren. Want het is dat dit is mijn klagen. Ja, lange rij.
te lange rij, dus man, we snappen een lange rij, dan die, dan dat, die vrouw die ze handen, ik ken de berichten. Ja. Trouwens, toen heeft de minister met de leiding gesproken, toen hebben we een besluit genomen om het via de bank te doen. We hebben een pilotproject, we hebben die mensen van een blauwgrond opgeroepen. Ja. Blauwgrond bestaat uit plusminus 1500 geregistreerden. Van die 1500 mensen hebben we maar 300 mensen, zijn maar 300 mensen gekomen om hun rekeningnummer door te geven. Toch? En als je dat kijkt, dan zitten we nog met 1200 mensen die we gewoon contant nog moeten uitbetalen. Dus we zijn nog bezig te evalueren wat we gaan doen met die 300 mensen en die overige 1200 mensen. Maar dat gaat ons niet in de weg staan om de normale uitbetaling te doen. Dus we gaan gewoon vlotten met de uitbetaling. Eigenlijk moeten we denken een beetje richting Monicarta, zoiets. Ja. Vergemakkelijken van het proces. Ja, we moeten denken aan het systeem van Monicarta. Dus we hebben naar verschillende opties gekeken. Maar als je kijkt, een kinderbijslag heet een andere... Lijkt het goed uitleggen. Monicarta is meer voor mensen met een beperking. Toen heb je dat die op een beperking die zit aan dat. Maar bij kinderbijslag gaat verschil dit. Je hebt een vader en een moeder met 4 kinderen. Appa, ik weet je toepching. Amma, ik weet je 3. Of appa, ik doe dit. En adjugo zou je maken. Maar appa, nee, want ik kan je amma. Vooral tegen een demoor waar stiefmoeder kooit ofzo. Ja. Stiefmoeder dat ik me nou aan mij op contact met mama die zo. Dus vandaar dat om mijn kinderbijslag. En je hebt ook kinderen bij de tehuizen. We hebben een stichting hoeveel kinderen. Dat ben je de malidipcha strati of via opa Duli zijn die kinderen daar gezet geworden. Waardoor de juiste gegevens voor de ching inhabi en ook de van die moeder. Mm-hmm. Dus dat is het verschil tussen algemene kinderbijslag en mensen met een beperking. Want als men een beperking heeft, een familie, het heeft begrepen. Dus een familie heeft de nodig. Dat maar je hebt pa, sang, erkend de ching. En dat pa, ik teken moro wat aan een man heeft. Of aan een man de moro. Hoe ga je die twee mensen nu aan tafel roepen? Ik begrijp, als ik dit mag verklappen. Mm-hmm. We hebben gevallen daar. Toch? En pa, ik kwam aan een oorhoofd op kapoma. Maar ik kon dat bij vette stiefmoeder naar een man. Wat als dit vindt dat ik dit nog look heb zien, dat ik look heb zien, dan aan mij vindt dat ik een paar teken 600 kolen, wat per jaar is het 600 SRI per kind. Een man heeft dit, die zijn bij scores. Dus als ik ga u uitnodigen om een keertje te komen, langs te lopen. We hebben gevallen daar waar we de politie moesten inschakelen. Want een tijger about money. Dat is een brada. Wie denkt over de onrustig volk, meneer Atompa? Nee. Als het om geld gaat. Oké. Okay. Dus ik heb zelf gevallen daar gehad waar mensen naar academisch ziekenhuis moesten gaan. Want pauwipi manga balk voor zijn doorarij. Wat ze in de melden met dat je gaat teken, money, je gaat teken. Ja. Dus we okay. Dus maar de veiligheid is wel gegarandeerd op zulke momenten? Ja, de veiligheid is wel gegarandeerd. Okay. We hebben de heren van het beveiligingsbijstandteam en de heren van het Nationale Leger. En we hebben ook dit keer gesproken met een korpschef. En we gaan dingen ondersteund worden door de heren van RBT. Ze hadden ons de vorige betaling al geholpen. Dus het komt goed. Dus eigenlijk dat wat als pilot is uitgezet, zou eigenlijk verdere vorm moeten krijgen, toch? Klopt helemaal, maar ik lekker uit wat de omstandigheden zijn. Okay. Uh-huh. Heeft u een beeld wat het bestand is van mensen of kinderen die in aanmerking komen voor AKB? Zo, aangeregistreerde hebben we 60.000 zoveel. Registreren, dat zijn moeders of vader. Ja. En dan moet u rekening houden, 60.000. Maal 4, if one ma up for ching of one pa up for ching. Dat is 200 zoveel duizend kinderen. Ja, dat is niet weinig. Dat is niet weinig. Je moet rekening houden aan de geregistreerde van de overheid, van de mensen die bij de overheid werken, die is weer apart. Mm-hmm. Zij krijgen een algemene kinderbijslag via hun ministerie waar ze werken. Ja. Maar ze komen ook daar bestempelen, dus dat is weer een andere groep. Ja. Nu, 60.000 hebben, wanneer over 60.000 praten, dan gaat het over de contante betaling. Ja. Mm-hmm. En echt voor zo'n aantal moet je wel goede security hebben. Klopt helemaal. Oké, we hebben de loting gehad, meneer Atompai. Oting, Apai, Abijing. Zo, we maken nu naar volgende week, komende week. En zoals ik het zo net had aangegeven, gaan we eerst beginnen
met district Sipaluwini en Paramaribo. We gaan een schema maken, want we moeten de COVID-regels ook in acht nemen. We moeten rekenen dat de SMA moet snappen wat meter afstand voor de strefie. Die mensen moeten ook. Dus we zijn nu bezig met het logistieke gedeelte. En we gaan in de loop van deze week nog gaan we de bekendmaking de deur uitsturen. Ik ga ervan uit dat de betalingen dan langer zullen duren, want je moet de afstanden in acht nemen. Helemaal, okay. Omdat normaal hadden we plus minus 1200 mensen per dag. Ja. Maar nu gaan we de groepen moeten halveren om 600 mensen. 600 mensen rekening houden met de verschillende afstanden enzovoorts. Dus waar we bijvoorbeeld, waar de betaling van Paramaribo bijvoorbeeld een maand zou duren, gaat het nu 2 maanden zo duren. Ja. Met inachtneming van de COVID-regels. Ja. Nou, meneer Atompay, ik weet dat de dienst administratie uitbetaling sociale voorzieningen, en niet lang heb je zo, hè? Mm-hmm. Maar goed, is eenmaal de naam van een dienst. Is een dienst die dagelijks keihard druk bezig is. Zijn er nieuwe dingen die we mogen verwachten? Qua orde, het gaat ordelijk verlopen. Mm-hmm. We gaan hekwerk zetten. We gaan tentjes voor die mensen zetten, we gaan stoelen voor die mensen regelen. U ziet het zelf, want dat massa consultapie kan je zelf eens niet meer. En we gaan veilige plekken zoeken om de uitbetaling te laten geschieden. Oké, okay. Aboum. Ik ga ervan uit dat... ik ga er niet van uit. Ik weet zeker dat een heleboel mensen nu kijken naar Actua. En niet iedereen is het Nederlands machtig. Meneer Atompay, kan die kan brokken even doen in 2 minuten. Sandesma kan verwachten vanaf een loting, want dat is niet voor een ieder duidelijk. Misschien kunt u dat meenemen in Sranantongo. Asan Samiwan Teigi is Masai Loko Nono. Zoals ik vijf sabi, u lespeke minister André Misikaba. Ben er was systeem bij een loting vinden plaats. En in een loting dat hij naar die kar een lot. Een lot bij de 10 districten op de papieren. En de skorokching, de jonge wang voor Minangayu. De kong en de haar alot. Alot dat hij naar Kotaki de haar Paramaribo, dat want dat Paramaribo naar eerste wang zou pay. De haar Wanika, dat want dat Hanika naar tweede wang zou pay. We doen een betaling conform alot die de haar. Met dat kan de samen de lukumiausu. Zo ik heb vijf sabi. A minister voor sociale zaken en a volkshuisvesting, a kwang wan sani pe wo streka fu pai apikine ge moni. Eke fai sabi, te apaye pai da den sama e pati, on te wo pai a PSIA, on te wo pai anda, on te wo pai so, ni ataki nono wo ye pi ala sama, ma wo poti den district baka ma kandi, a wande de ale ke fosi, na a wande fosi wo pai. Mita fan ku hisse me ditalu kum nou nou, kuma fai sabi i minister sociale saka ku follow to this thing, a kok wanso ni a do, se o ke hepi hisse mbe, non ta haksi, hi de district de a pampia liba, non te wo kabako si paliwini, non wo ko, en Paramaribo de tunande fosu odu no to kabako de tunande no de auto district de abaka no wo pakade be o hoy pasensi de pita luku ta folo ki media te o kaba no wo ko al kantang fi so geweldig helemaal in de taal waar meneer Atompay ook sterk in is. U heeft dan de laatste update gehad, beste kijkers en luisteraars, ten aanzien van de loting, omtrent de AKB-uitbetalingen en natuurlijk ook wat recente ontwikkelingen. Meneer Atompay, bedankt voor uw komst naar de studio en wensen u verder succes toe met de drukke werkzaamheden. Dank u wel. Oké, en tot gauw. Yes. Goed, dan gaan we zo meteen over naar onze tweede gast, maar nog eerst een break.